niet, joh. Maar... Ja, ik heb drie kwartier op neer. Wat is dat? Wat is dat? Ja, ik heb nog door aangehaald. Ik heb altijd wel stand-by staan. Het valt er een beetje op dat die aarde, want je ziet al de rood vlak. Zie je hier die prullenbak staan? Vroeger stond de vrachtwagen tot hier. En dat is al niet meer zo. Nou ja, hier staan ze. Dat is nog 10 kilometer, dacht ik. Er stonden ook weer vrachtwagens, wacht even, 8 uur. Ja, voor ouders niks. Nee. Dus dat scheelt alweer. Ja, ik hoop dat ze gelijk hebben. Hè. Ja. Ja, hij zult maar onwetend zijn en achter de vrachtwagen zijn de auto neerzetten. Hè. Ja. Is het lang wachten? Ja, echt lang wachten. Maar gelukkig zijn wij niet onwetend. Nee, gelukkig niet. Gelukkig zijn wij gewoon bij de hand. Het heeft ook wel even geduurd, maar... Ja. Ja, wat is dat, hè? Ja, we zijn er langs. Ja. Dat heeft goed gezien. Hier, van Red Cross. Ukraine, Ukraine. All Ukraine. En we zijn heel dom. En we zijn verschrikkelijk dom. Dat domme zijn we. Ja. Hoe is dat? Alleen als er iemand voor je neus staat, ja, hoe is dat? Ja. Je moet vragen, waar hij? Ja. Dan zegt hij vanzelf, maar ja. Je kunt dat niet verzonnen. Nee. Maar ze kunnen steeds beter Engels hoor. De eerste jaar was het... Dat is helemaal afwagen. Ja. Dat klopt. En nu kunnen ze wel Engels en ook Duits. Dus ze kunnen zich verstaanbaar maken. Ja, de EKWK, hè? Ja, ja. Engels. Maar het is een beste rij, jongens. Ik kan me nog niet voorstellen dat je met 8 uur door bent. Nee.
op de fiets ook heel mooi naar voren fietsen, hè. Een sigaretje heb ik wel zin aan, jongens. Even. Ja, maar daarom hebben we het er wel zin aan. Vooral met zulke dingen eigenlijk. Dan, wanneer de spanning komt. Ja. Ja. Ik ben nog steeds een roker. Ik zit gelukkig alleen op 0 per dag. Sorry, cool. Ja. Als hij nog niet meer was geweest, hè? Ja, dan hij blijft. Hij hoort toch niet. Wie? Goeie boelie? Als de muziek zo hard aan, dat ik er nog kan van gaan mee kan genieten. Dat is goed voor je hoort, keeltje. Het staat er niet. Het is altijd druk dan, je moet niet achter die vrachtwagen staan. Ja, ik ben in ieder geval 2 auto's voor. Zie ik wel. Ja, maar. En 2 auto's achter ons. Ik had daar een aardig de zon erin uit. Maar. We zitten zo'n 50 kilometer achter ons. Het is een half uur rijden. 50. En volgens de laatste berichting staat Dick daar ook ergens. Die zat ook wel een half uurtje achter ons. Een lekker band. Hier rijdt een bruggetje. Ja, zijn we er nog niet? Nee. Maar over de brug kun je het dan zien. Ja. Ja? We hebben het eerste jaar hier ook al in de rij gestaan. Dat heeft behoorlijk lang duren. Steenkoud. Een boel auto's gaan erin, jongens. Ja. Wie jetzt, hè? Ik denk, ik jaag me gewoon verder. Die kerel zit er kijken. Ja? Nou, ze gaan het stoplicht uit. Gewoon. Weet groen. Gaan we het gewoon proberen, jongens? Ja. Ja? Grim corridor. Ja. Nou, welkom.
Green. En hier gewoon gestopt en zie je hoe het gaat. Ik weet niet of het werkt hoor. Nee, maar ja, probeer het wel eens. Nee, heb je ja gekregen. Waarom? Ja, goed kijken of je wat ziet. Ja, hij zag de groen niet volgens mij. Ja, we zitten in de peiling. Ja. Je ziet dan in de peiling, ja. Bij Red Cross, ja, goed zo. Als je denkt van jullie staat helemaal verkeerd in de lijn, of ja, ik weet het niet, ja. Je denkt van oeh, kom maar. Oké, okay, nou, als je nog meer was geweest. Nee, we zijn buiten bij mij, hoor. We are a little bit lonely. Ja, maar als je een rijauto is, dan rijden wij ook gewoon een beetje meer. We doen net of we gek zijn. En als ze boos worden, ja, nou goed, dan hebben we pech gehad, dan gaan we weer terug in de rij, maar... Het zou vast wel goed voor. Ach, ja. We zijn een Europees land. Charitas humanitas. Nog een thuis, ja. Hulpverlening. Ja. Hulpverlening. Hulpverlening. Ik heb BHV, nou dat is ook alweer. Ik heb BHV. En over het algemeen kom je bij de Oekraïners er makkelijker door dan bij de Polen. Ja. Zijn wij toen al langs? Nee, dat is nu. Ik wil dan niet zo betrouwd brutaal zijn om helemaal op te rijden. Bij de Oekraïners is makkelijk, ja? Ja. Ja, alleen de lading, dat is dan lastig, maar... Algemeen gaat het wel vlot. Dus is hier het niet. Ja. En op de terugweg dan is het bij de Oekraïne dan de... Nee, de Hartje Vlaatski. Ja. Nou, Hollandski. Doei doei. Ja, we zijn blij dat jullie weer weggaan. Ja. Die ken ik wel. Ik moet zeggen, die kent u volgens mij, hè? Nou, ja. Die werkt hier wel boven. Ja. Als het goed is, zie je ook jij weer. En gelukkig. Thank you.
zing je de paspoort wel? Bijna, zeg maar. 2, 4, 6 stuks. Peter, we hebben 6 stuks. Ja, hoeveel mensen hebben we in de auto? 3 sum. Sim, ja, dan hebben we wel toch wel een probleem, ja. Nou, je, ja, we zijn met z'n 7 en we hebben 6 paspoorten. Wie heeft de 7e? Ja, goede vraag. Ja, dat weten we nog niet. Oké. Daar zijn we nog naar op zoek. Dan weet je dat we het vragen. Ja, ik ting die praat, je nou? Ting maar of ting flip? Flip even, nou in ieder geval. En we hebben flip en we zitten hier met z'n achter. Nou jongens, doe maar reden. Buses, ja, we zijn nog een bus, jongens. 5th of July 1994. Yes. My best friend the same. Oh? Even the same year. Same year. And even the same day, the 5th of July. Ja, ga je die lezen nog? Ja. Hij die nog wil showen? Gewoon onder de neus drukken en dan kijkt ze er in op en dan is van, oh ja. Dat was toch wel, ja. To Mike? Please, ja, to yours. You have your Ukrainian passport. Nee, je hebt een stempel in je paspoort, kom je daar dan weer aan? Heb jij ook wel, hè? Ja, maar hij is niet kunnen ook niet, dus hij heeft gewoon zijn voor. No wizards? Hij kan ook een stempel. Ja. Ukraine, only Ukraine. Oh, okay. Oh, yours. Nice. Wat? Maar ik was die dag net in mijn hoofd. Ik was door de regen gefietst. Het is een nieuwe. Nieuwe. I made it. Nearly half a year ago. Yeah, I know. No, my wizards, because all other ones it's new. My old one, yeah. Yeah, it's all new. In my old one was in every page. Every page, man. Jouw uitzicht met een blauw paspoort, wil wel zien. Ja hoor, ik ben erop uitgekeken. Ja, alsjeblieft. Mooi meer. Dank je. Dat is mijne. Mag die bus vertrekken, jongens? Ja, dat dacht ik al. 10 juni namelijk, 2009. Dat was vlak voor ik op de eerste. Ja. Nee, 2010 ging ik voor het eerst. Maar ik had hem in 2009 al aangeschaft. Niet specifiek voor Oekraïne. Nee. Is ook nog hondsbrutaal geweest? Of, ja, en dan? Sta je daar? Ja. Oh, mijn paspoort. Paspoort, Michel, staat. Kijk. Mijn paspoort, pas alles te noemen. Zo heet hij niet. Michel, staat. Netto, netto. Da. Netto, netto. No paspoort. Yes. Do we have a paspoort? You stay here. Where is my paspoort? Ziet er leuk uit, hè? Ja. Wie is dat? Kom, let me see your picture. No. Yes. Het lijkt niet eens. I have to see if you are your
Ben je jonger, hoor? Bijna. White? No photos. White and just visa. Visa too? Visa. Too? Duitsland. Duitsland. Schengen. So, Europe is a Schengen zone, that's why you can open to Poland and you can go... Yes, everybody. Yeah. To the United States. Not to United yes, States. Yes, we can. You can, yes. But not in Ukraine. No. In Ukraine, in any country in Europe, then in Europe. And in all other countries in United States, another visa, and every another country, only not in... Argentina and some countries. Okay. Russia, Belarus. Yeah, yeah. Yeah. Nearly 20 countries in which we don't need. Okay. Staan in de verkeerde regio. Yeah, I can see that wrong line. Maar ja, ik zie nog steeds auto's staan die daar ook stonden toen we weten stonden. Ja. Maar de regio wordt wel steeds langer, hè? Высшее немецкое. This is from Slovenia. Slovenia? We came Ukraine, Slovenia, Poland, Germany, Netherlands, then I go back Germany, then I go Spain, then I go back Germany, now back Ukraine. Poland, Ukraine. Ik krijg het weer, maar deze dat geen. Ja, dat zou niet. Dan zou je zien dat deze rij het snelste gaat. Een city. Oké. Een city. Kiev. You know Kiev? Yes. Ja, wees je nou naar ons? Oh, of is dat Dio door? Oh. Nee. Ze weg. Nee, mooi wezen hoor. Even opletten. En heel vragend kijken en ze aan blijven staren. Gewoon blimkie. Dat is een kiek, een kiek die ook. Zitten de mensen onder in de bus? Nee. Dat is altijd een beetje. Oh, ga ik dan bij zo'n nieuw mensen mee op. Nog een duur. Ja, nee, heel klein. Als die bus geweest is, zijn we even. Oh, die bus doet natuurlijk nog wel in. Ja, kijk maar. Vrouwtje komt er even uit. Ja, komt. Truus komt eraan. Jadita Humanita, is goed te zien. Ja. Ik weet niet. Waar is het smelt? Ja. Het is zo warm. Ja, dat denk ik. Loop naar ons toe, ja? Kwaad? Ja. Oh, die zie ik hier zo kwaad. Ja, komt u maar. Zie je dat? Hey, Chaka, die herkent ons. Ja, die herkent de kruisen. Ja. Niga, niga. Hallo. Oude papieren. Ja. Oude papieren. Kom maar niet daarna. Oude papers. Auto. Paspoort. Engels. 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 You speak English? Yes. A little bit. I do a little bit. Okay. More and another one, but I don't know where they are. First, I need a passport card. Yeah.
dat een machine. Ja, daar ben ik. Ja? Maarten. Van Peter. Ja. Dat joh. Dat joh. Dat joh. Dat joh. Dat joh. Dat wat jij mee? Voorzichtig, hè? Ik kan opeens naast bekijken of het een verband eruit komt. Kun je open een bekje, hè? Of course. Oké, je moet everything out. Ja. Nee, je hebt dat al gezien. Ze zeggen, laat me mooi zitten. Nee, maar zei, je deed het wel op de rechter. One moment, ja. Ja. Het is heel wat anders dan die. We hebben hier vorig jaar echt zo'n stukjes naar een ander hoekje toe. En toen Ja, dat komt straks nog. En ben ook niet zo vet. Ja. Dan kunnen we elk hokje hier springen en we hopen. Let's see, we willen helpen, maar dat niet meer in een ander hokje gestuurd wordt. Ja, dat is net niet. Nee, en toen stond er dus af en dan gaat zo'n gooien, dus gaat zo'n luikje dicht. Ja. Ik heb geen zin in jullie. Maar op zich zijn geen vervelende mensen. Maar ja, dat is allemaal de bureaucratie allemaal. Hoe moet dit, hoe moet dat? Bureaucratie, wat is dat, zegt ze. Ja. Ik heb een Russisch spreekwoord in boeken. Er stonden 2,5 bureaucratie. Maar die ben ik vergeten welke dat waren. Maar het valt me dat de ene mensen de paspoort meer naar binnen neemt. Wat? Alles checken. Ja, en dat heeft ze de verleden keer niet gedaan. Hij heeft alleen hier bekeken en toen konden we weiter gaan. We hebben ook al een keer gehad dat we juist allemaal de auto uit moeten. Dat moet bij de Russen, of bij de Russen, bij de Oekraïners sowieso. Ja, misschien dat wat een probleem. Ik weet natuurlijk ook niet of ze die Oekraïne straks weer bij hun eigen willen hebben. Hè? Nee, dat weet ik niet. Stel je voor dat ik even zo'n nieuw is. Ja. Hij strijkt een heel veel mannetjes. De Roemeen zit daar, maar getrokken daar. Deze is niet goed. Ja maar dat is niet voor ons, maar voor hem. Hè? Dan weten we dat, zijn we daar ook eens. Zij is klopt. Ach ja, merk u zelf. Ik vond het wel mooi dat ze verder niet ging plukken in de... dinges. Nee, maar ja, ze zien het groot genoeg als alles eruit wat uitvalt en willen ze het niet eens doen. Want dat kost hun ook helemaal tijd, hè? Ja. Ja, maar ik kan ook wel zeggen dat ze er maar ergens anders in, ja. Zo persoonlijk naar Oekraïne. Oekraïne, ja. Dank je. Fietsen. Naar Oekraïne. Naar Oekraïne. Ja. Zaproosje je bij mij naar de dom. Laat maar ook maar even in de hand, hoor. Ja. Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine.
Dobrze, dobrze. Alleen hoe kom ik langs die rij? Gewoon rijden. Gaan schrikken. Ja, maar dat doet mij niet. Ja, ik zie iets anders dan daar, hè?